Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn koffer inpakken voor vakantie waar ik heen ga. Ik ga namelijk maandag. Ik ga 6 juli op vakantie. Het is nu 5 juli, dit is vandaag zondag. En ik ga vandaag dus mijn koffer inpakken. Het is al laat, ik heb mijn wantsie al aan. In deze intro ga ik vertellen over de video, wat er in de video gebeurt. En ik ga even uitleggen waarom ik een tijdje niks heb gepost, een maandje. Want daar ligt wel een grote reden aan. En ja, ik dacht gewoon van laat ik deze video opnemen. Ik bedoel, ik heb toch niks meer echt te posten op mijn YouTube kanaal en ik doe er toch niet zoveel meer mee. Dat was een brommer. Of wat dan ook. Maar ik dacht gewoon van laat ik een kofferinpak video opnemen voor de tweede vakantie op mijn YouTube kanaal soort van. Want ik heb volgens mij, ik zal eens kijken, want volgens mij heb ik mijn YouTube kanaal ongeveer een jaartje. Ik ga even kijken wanneer de eerste video is gepost. Dat is 20 juli. Nou, ik heb dus bijna mijn YouTube kanaal een jaartje. 20 juli is, mijn eerste jaar op mijn YouTube kanaal. Dus ik denk dat deze video dan al online staat. Dus dan is het 20 juli als jullie deze video bekijken, zeg maar, ongeveer. Dat duurt nog wel even, maar ik weet niet wanneer ik de video ga editen en zo, wanneer die af is. Maar ik kwam op het idee om weer een video te maken, omdat ik echt een maand weer afwezig was geweest nadat ik had gezegd dat er weer video's aankwamen. Ik ga er zo even meer over leggen, uitleggen waarom dat zo gebeurd is. En ik hoop dat dat niet te lang wordt, want ik wil de video wel snel beginnen en ik wil snel mijn koffer inpakken en ja, gewoon dat. Maar ik ga jullie in deze video geen tips geven, want die heb ik al soort van gegeven. Als jullie wel tips nodig hebben, laat het me dan even weten in de reacties. Maar ja, het is dus vandaag avond. Ik had vandaag een feestje en het was heel gezellig van mijn vriendin. En ik ben dus ongeveer al 2 uur thuis, maar ik heb net gedoucht en alles. Dus ik heb mijn wantsie aan. Maar ik dacht van, laat ik alsnog gewoon een video opnemen. Ik bedoel, jullie zien mij ook gewoon een keer als ik in mijn pyjama ben of zo. En jullie zien ook wel een keer mijn skincare routine. I don't know, maar dat gaat vast wel een keer gebeuren dat ik zo'n video maak. En dan zit ik ook gewoon in mijn wantsie. En ik dacht van, laat ik het gewoon doen. Ik heb toch in mijn wantsie bij de eerste video gezeten, dus ja. Maar ik ga dus in deze video mijn koffer inpakken. Morgen ga ik de rest inpakken. Dat is 6 juli. Morgen ga ik, zeg maar, alles erin doen, zeg maar. Of ik ga de koffer sluiten en gewoon de laatste spullen pakken die ik vandaag nog niet nodig heb. Zoals mijn drinkfles wil ik meenemen. En die heb ik vandaag nog wel nodig. Want ik slaap altijd met water omdat ik bang ben dat ik anders water moet pakken. Dus dat heb ik altijd naast mijn bed. Dat is een voorbeeld van wat ik meeneem. Dus dat ga ik morgen meenemen. En ik ga ervoor zorgen dat ik niet te veel film. Want mijn camera is bijna leeg. Maar ik ga de oplader meenemen. Dus dat komt goed. En ik hoop dat deze camera het houdt. Dus ja, we gaan het gewoon zien. En ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk gaan vinden. Doe even een blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt dat ik weer met een nieuwe video ben. En sowieso gewoon als je deze video leuk vindt en hem vaker wilt bekijken. En abonneer even op mijn kanaal. Want ik heb bijna 230 abonnees. En ik ga gewoon even uitleggen waarom ik afwezig ben geweest. Dus dat gaat niet echt lang duren. Iets van 1 minuut of 2 minuten. Maar ja, komt helemaal goed. Laten we gewoon maar even snel beginnen met de uitleg. Nou, waarom ik dus een maandje afwezig ben geweest. Of bijna 2 maanden. I don't know hoe lang. Maar boeio. Ik ben afwezig geweest. En ik zei dat er nieuwe video's aankwamen. Maar ik had dus ook een shoplog opgenomen. Alleen, ik vond het editen daarvan echt gewoon niet leuk. En ik had er gewoon geen zin meer in. Dus uiteindelijk heb ik al die video's verwijderd. En ben ik er niet meer mee begonnen. Dus ja, Er zou nog een video aankomen, maar dat heb ik uiteindelijk niet meer gedaan. Omdat ik me gewoon er niet prettig bij voelde. En het editen ging echt helemaal door de klojo. Dus ik heb het niet gedaan in ieder geval. Maar ik ben dus ook een maandje afwezig geweest. Omdat het soort van het einde was van groep 8 en van mijn klas. Want ik zit nu niet in een klas. Ik zit nu niet in groep 8. Ik zit in geen groep. Ik ben nu een brugpieper, zou ik zeggen. Ik heb zomervakantie, ik heb niets meer echt veel te doen. Ik ga op vakantie en ik ga afspreken en al die dingen die je vakantie wel doet. Dus ik zit nu niet meer op school, maar ik ga naar de eerste. Dus dat weten jullie dan ook. Maar ik heb dus niet zoveel gepost, eigenlijk gewoon niet. Omdat ik even gewoon rust wou en gewoon even tijd een beetje bijkomen van al die dingen. En ik heb natuurlijk ook de musical gehad, wat uiteindelijk wel doorging, maar op een speciale manier, want het werd gefilmd.
Maar ik merkte gewoon heel erg dat ik het niet wou en dat ik het niet wilde of wat dan ook. Wat het ook is, wou of wilde, I don't know. Maar ik dacht gewoon van, laat ik gewoon niet filmen. Als ik er geen zin in heb, dan doe ik het ook niet. En ik wist niet echt wat ik moest filmen en nu weet ik meer dingen. Want ja, jullie mogen altijd video-ideeën geven als jullie dat willen trouwens. Maar ik had gewoon geen inspiratie, ik had geen zin, ik had geen motivatie om een video op te nemen. Ik wist ook niet waar ik het over moest doen, want jullie zagen alleen maar verdrietige of niet zo blije gezichten. En ik heb dat liever niet. Niet dat ik mijn emoties wil verbergen of zo, maar ik zie dat liever niet op camera. Dus ik had gewoon besloten om even niet te filmen. En gewoon even na de zomervakantie of in de zomervakantie weer te gaan beginnen met filmen. Want ik heb gewoon, ja, in groep 8, was het einde van groep 8, was gewoon heel belangrijk voor me. En ik heb er heel veel plezier in gehad, maar ook vond ik het heel jammer dat ik wegging. Want vrijdag was, wacht, welke dag is het vandaag? 3 juli was mijn einddag, mijn laatste schooldag. En het was best wel, nou ja, zwaar wil ik niet zeggen, maar het was niet echt fijn. Want ik moest, ja, het was niet zo leuk. Maar het was wel heel leuk. Alleen, ja, ik wil gewoon even pauze nemen van YouTube. En ik ga heus wel meer video's maken. Alleen dan wil ik even wat meer inspiratie. En dan heb ik waarschijnlijk ook wat meer motivatie om te maken. En gewoon wat meer zin, omdat ik iets meer weet wat ik bij mezelf moet. Want deze tijd is gewoon wat anders voor mij. En ik voelde me in deze tijd sowieso niet zo fijn. Gewoon al die coronacrisis en shit en wat dan ook. Dus ja, dat is even een reden waarom ik geen video's heb gepost. Maar ik ben weer terug. Ik zeg het bij elke video, maar oké. Ik ben wel van plan om nu echt wel video's te gaan maken. Gewoon omdat ik meer inspiratie denk ik heb. En als ik dat niet heb, let me know in de comments. Want dat heb ik nodig en dat vind ik leuk. Dus doe dat vooral. En ja, ik ga nu maar echt snel beginnen met de video. Ik blijf de hele avond in mijn wansie zitten. Dus jullie zien het morgen waarschijnlijk ook. En misschien ga ik ook wel nog wat vloggen daar. Dat weet ik niet zeker. Ik laat jullie allemaal weten. Maar ja, ik denk dat ik nu gewoon ga beginnen. En het is nu eigenlijk een beetje een chaos in mijn hoofd. Maar ik heb in het boekje heb ik even alles opgeschreven. Dat doe ik altijd bij elke video van wat ik ga doen. Maar ik ga nu eerst even een lijstje maken van wat ik mee wil nemen. En dat doe ik op mijn telefoon. Op de app To Do. Mijn tel is wel 18%, maar dat boeit niet. Dus ik ga nu even een lijstje maken. En ja, laten we gewoon maar snel beginnen met deze video. Nou ja, heel veel plezier met kijken zou ik zeggen. Dus ja, ik heb eigenlijk niet echt niets te zeggen. Dus laten we gewoon maar snel beginnen. Zo, het is inmiddels een uur verder waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. Maar ik ga nu even laten zien dat ik wat ik allemaal gedaan heb. Niet helemaal, gewoon even een close-up soort van. En mijn nagel is soort van, ja, heel erg kort. Dus deze. Maar ik heb echt een uur gedaan over een lijstje maken. Ik weet niet waarom ik er zo lang over doe, maar het ging opeens gewoon niet meer. Dus ik heb eerst in een boek heb ik even alle notities geschreven. En daarna heb ik het op mijn telefoon overgenomen. Dat vond ik gewoon wat handiger. Nou ja, bij kleding heb ik gewoon dit staan. En dan heb ik bij make-up heb ik dit. Het is allemaal niet zo heel belangrijk of zo. Dan heb ik hier dit. Nou ja, het zijn gewoon allemaal basic dingetjes die ik in mijn koffer ga doen. En ik heb daar even allemaal lijstjes van gemaakt. Ik maak mijn lijstjes trouwens op To Do. Deze app. Hierzo. Ja, ik ga dus nu even inpakken, want dat heb ik nog niet gedaan. Ik weet niet waarom het zo lang duurt, maar oké. Ik ga gewoon lekker beginnen en ja, het is toch vakantie, dus wat maakt het uit. Ik ga gewoon lekker beginnen en ik ga als eerst beginnen met de kleding. Het wordt waarschijnlijk niet zo'n hele lange video, maar het komt allemaal goed, jongens. Ik ga gewoon lekker vloggen voor jullie. Dus ja, let's go naar de kleding. Kijk trouwens even wat een mooie lucht. Ik moest het even filmen, het was zo mooi. Wow.
over gedaan om alles uit te zoeken. Maar uiteindelijk heb ik alles afgestreept, zeg maar. Wat die vinkjes betekende was dat ik het, zeg maar, heb ingepakt, maar nog niet in mijn koffer. Want dat ga ik morgen doen. Dus dat ga ik morgen doen. En ik heb eigenlijk helemaal niks meer te doen. Ik ga eigenlijk vandaag nog alleen eten en misschien een beetje chillen, maar meer niet. Het is misschien... Eens kijken hoe laat het is. Het is zo laat. Dus dat is ongeveer 9:50. Maar ja. Dus ik denk dat ik voor vandaag gewoon klaar ben. En ook met vloggen, want het is best wel veel werk. Ik weet niet waarom ik er zo lang over gedaan heb. Maar oké, dat heb ik vaak bij filmen. Maar dat komt gewoon omdat ik er nog niet echt van weet hoe ik het moet doen en zo. Dus ja, het ging helemaal goed. Maar oké, ik zie jullie morgen weer. Het is vandaag maandag 5 juli, dus ik ga vandaag op vakantie. Yay! Ik zal mijn licht aan doen, dan is het iets beter. Ja, zo is het beter. Ik ben niet net wakker. Ik ben ongeveer, het is nu, het is 10:50. En ja, ik ben ongeveer sinds 9:45 wakker. Maar dat vind ik wel prima, want ik was gisteren om 11:30 pas gaan slapen. Maar oké, ik ga zo lekker ontbijten. Het is misschien al heel laat, maar ik eet altijd heel, heel laat. Dus ik ben het gewend. En ik neem jullie mee in deze dag. Ik ga vloggen. Ik ga mijn koffer nog even inpakken, want alle kleding ligt hier al. En de standaard en de koffer. En hier in mijn bureau moet ik nog even opruimen. Maar dat komt helemaal goed. En ik neem natuurlijk jullie mee. Ik ga nu even ontbijten. Ik ga het niet uitgebreid filmen. Dus ik ga gewoon even een kort vlogje maken deze ochtend. En dan neem ik jullie mee in deze week. En misschien deze dag. Dus ja, veel kijkplezier. Oké, ik heb zojuist alles ingepakt in mijn toilettas en zo. Zoals de olie, die had ik nog nodig. En ik heb me daarvoor ook even aangekleed. Ik heb het hele leuke kettingtje van een samenwerking op mijn andere kanaal. Dus ja, bekijk die zeker even. En ja, ik heb het gewoon het hele leuke jumpsuit van de H&M. En ik ben er heel erg blij mee. Dus ja, ik ga nu even alles inpakken. Zeg maar de koffer. En mijn licht staat aan, want mijn broertje was hier net. Dus die doe ik even uit. Oh. Zo. Nou, dan ga ik dus dit inpakken in mijn koffer. En gewoon de laatste dingetjes. En dan ben ik helemaal ready to go. Dus ja, ik ga even mijn koffer inpakken. Oké, wat ik nu nog moet inpakken is apparatuur, dus mijn camera, standaard en dat soort dingen. Maar dat doe ik als allerlaatst. Sieraden, oorbellen, kettingjes en ringen, dat zeg maar. Mijn computer, dopper, die moet niet gevuld zijn met water. Nachtlampje en mijn sloffen. Dus dat zijn nog de dingen die ik moet inpakken. En dat ga ik nu even inpakken. Thank you.
Nou, het is moment aangekomen. Ik ga op vakantie. Jee. Ik heb alles ingepakt. En ja, ik neem natuurlijk jullie mee. Ik heb er heel veel zin in. En mijn kamer is helemaal leeg. Ik heb mijn bed net even opgemaakt. Super leuk. En het is nu zo laat. En ja, mijn hele ding is opgeruimd. Ik neem alleen nog mijn telefoon mee. Iets voor muggen, zodat ze me niet bijten. En een kaartje voor microfoon, wat ik mee ga nemen. Want ik ga natuurlijk ASMR video's maken. Yay! Dus ik ga nu en ik neem jullie mee. Dus let's go! Nou, hoi! Ik heb zoals je ziet mijn gordel om, want ik zit nog in de auto. We zijn bijna er, volgens mij. Zijn we er bijna? Ja. Top. Nou, ik heb een prachtig uitzicht. Ik zal het even laten zien. Nou, dit zijn de mooie wolken die we hebben. Heel mooi. Ik heb ook net een paar foto's gemaakt en ik heb een paar Instagram foto's gemaakt. Dus dat komt helemaal goed. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ga waarschijnlijk straks ook meer vloggen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden nog steeds die vlog. Dus ja, en ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, dus ik ga me gewoon afsluiten. Doei! Nou jongens, we zijn aangekomen en het is hier echt heel erg mooi. Die lucht vind ik vooral echt heel mooi. Het zonnetje, ik weet niet of jullie het zien. Maar ja, dit is dus de camping. En mijn vader is hier nog even aan het uitruimen. Maar ja, ik weet niet waar ons huisje is. We hebben nummer 9. Maar we gaan in ieder geval doorheen en ik neem jullie een klein tuurtje mee. En dan is denk ik deze video voorbij, dus ik denk gewoon dat ik... ja, nu even gaan stoppen, want ik heb toch niet meer te vertellen. Ga ik even kijken waar ons huisje is en ik neem natuurlijk jullie mee. En ja, tot zo. Nou, we zijn in ons huisje. Ik heb lekker kauwgom. Ik ga zo even lekker wat eten en drinken. Op de achtergrond hoor je mijn ouders waarschijnlijk een beetje. Maar ja, ik wil jullie even een rondleiding geven door ons huisje. Dus dat ga ik nu doen. Nou jongens, dan zijn we alweer bij het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een video van mij te zien. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond, hem vaker wilt bekijken en als je blij bent dat ik weer terug ben. Als je ASMR video's van mij wilt zien, moet je even op het linkje klikken in de beschrijving naar mijn andere kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie jullie snel weer. Doei!